Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Ome Wutru op zijn weg terug naar het herreizen van. Oh jongens, heerlijk. Ik zit er echt wel heel erg positief in hoor. En helemaal met al die positieve reacties die jullie mij toesturen. Ik krijg er echt helemaal kippenvel van, dat moet ik je echt wel zeggen. Ik laat het ook vooral zien, deze beelden, om mensen te inspireren, te motiveren, te stimuleren. Om gewoon in wat voor periode, wat voor shit ze ook zitten, of het gaat juist goed met je, om toch handvatten te geven, om altijd het maximale eruit te halen. Wat je op dat moment kan en wil doen om jouw doelen te bereiken. En nog verder te gaan dan dat je eigenlijk vooraf had gedacht. Ik groei voor mezelf, merk ik, ook steeds meer in het maken van de vlogs. Ik ben niet meer diezelfde guy voor de operatie. Dat klinkt heel raar. Maar, alsof ik een of andere operatie heb gedaan van man tot vrouw. Maar goed, ik ben een andere guy geworden. En ik groei hier ook steeds meer in, want ik vind het heel erg leuk. En ook uitdagend om zoveel mogelijk hiervan met jullie te delen. Want dat is een proces in mijn leven. Een fase in mijn leven wat ik nooit had verwacht. Dit kan je niet plannen. En ja, het is nu gebeurd. En ik wil dat graag met jullie delen hoe ik ermee omga. En hoe ik denk wat goed is om ermee om te gaan. En wellicht dat jullie er ook wat aan hebben. Dus puurder dan dit zal je het niet gaan krijgen, denk ik. De Wutru die jullie kennen van voor die operatie wat ik net zei. Die guy ben ik niet meer. Ik ben iemand anders geworden. Ik ben veel, ja, ik ben mezelf overstegen ten opzichte van toen. Vooral mentaal. En dat fysieke gedeelte, dat komt later wel. Dat zal mijn worst wezen. Maar mentaal ben ik oersterk. Dus, jongens, andere Wutru in de making. Maar wel de pure, echte Wutru. Die heel erg groeit nu op weg naar boven zichzelf uitstijgen. Dus, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Druk vast op de like. Laat een comment achter van wat je allemaal wil weten. Want ik lees al die comments. Ik vind het fantastisch om dat allemaal van jullie te lezen. Ik krijg er echt een topgevoel van. Dat meen ik je echt waar. En misschien reageer ik niet op alle comments op Instagram, DM's, noem maar op. Want het is best wel veel. En ik heb natuurlijk ook een fulltime baan, gezinnetje thuis. Maar ik lees het wel allemaal. Want ik krijg er echt een heel positieve vibe van. Dus nogmaals, bedankt daarvoor. Ik ben vandaag heel vroeg opgestaan. 6 uur 's ochtends. Misschien zijn er velen jullie die om 6 uur 's ochtends opstaan, maar ik niet dagelijks. Vaak gaat de wekker om 6:45. Want we hadden een afspraak weer bij de fysio. Het is alweer anderhalf week geleden dat ik voor de eerste keer bij de fysio ben geweest. Zoals jullie hebben gezien, heb ik daarbij allerlei oefeningen gekregen. Werken allemaal top. Ik heb ook te horen gekregen via de fysio, die had contact gehad met assistent chirurgen, dat ik echt niet spierversterkende oefeningen mag doen met extra gewichten. Dus ik mag nog niet aan die ijzers hangen. Ik mag wel oefeningen doen met eigen lichaamsgewicht gericht op core stability. Dus dat is ook wat we gaan doen. En hoe toevallig is het, dat is ook wel iets heel goeds wat ik ook wel moet oppakken. Core stability. Dat kan, hoe dan ook, kan het veel beter bij mij. En nu is de reden nog groter. Dus dat gaan we ook allemaal goed oppakken. Dus wellicht kom ik er nog wel beter uit. Stabieler uit. nu weer op mijn werk. We gaan zo meteen even die nieuwe oefeningetjes doen. Veel oefeningen zijn nog van vorige week. Maar die zijn ietsje verzwaard qua tijd en qua inspanning. En wat nieuwe oefeningetjes erbij. Vooral gericht op mobiliteit. Core stability, wat ik net al zei. Volgende week, spannende week. Hoorden jullie ook wel in de vorige video. Nog eventjes, moet ik nog een punctie doen. Een ruggenprik, MRI-scan en een röntgenfoto. En dan is afwachten op de uitslag 3 december. Ik ga nu lekker naar binnen, naar mijn clubpie, Club Pelikaan in Almere, waar ik natuurlijk ook werk als vestigingsmanager. Gaan we eerst even trainen voor ongeveer een uurtje en dan gaan we lekker aan het werk. En ik neem jullie de komende dagen van deze week weer even mee om te laten zien hoe het mij vergaat. Dus blijf kijken en tot zo. Kind zo blij hè, die net zijn vers uitgepakte cadeautjes in zijn handen heeft en natuurlijk meteen met zijn speelgoed wil spelen. Ga ik dat natuurlijk ook doen als volwassen man met zijn oefeningetjes van de fysio. Gaan we natuurlijk meteen oppakken. Meteen ervaren hoe het voelt. Een adduction oefening gaan we doen. Plankoefening gaat van 40 seconden naar 60 seconden. Top, kan ik mezelf weer uitdagen. Want dat is het belangrijkste om jezelf uit te dagen. En de Superman gaan we doen en een strekbeweging voor mijn hamstrings. Dus ik heb er zin in. We zijn lekker aan het opwarmen hier op het fietsje. Al helemaal in het zweet gewerkt. Heerlijk. Top. Gevoel van voldoening. Heerlijk.
Morgen, zo, het is vrijdagochtend. Het is weer de pappadag, dus we gaan lekker thuiswerken. Shakey gemaakt. Dan gaan we lekker achter het laptopje zitten. Helemaal top. Oké, okay. Ik was hier dus al wel bang voor. Hè. Ik heb denk ik iets te hard getraind de afgelopen dagen. Ik heb echt elke dag volgens mij getraind. En eigenlijk moest ik cardio en mijn mobiliteit en core stability oefeningetjes moest ik eigenlijk om de dag doen. Dus de ene dag dan cardio, de andere dag dan kracht. Of kracht, voor mij. Dat is nog lang niet. De andere dag dan dus core stability en mobiliteit. Maar ik heb het dus elke dag gedaan. Allebei op dezelfde dag, dus achter elkaar. Ik merk nu wel een beetje van dat mijn lichaam een beetje uitgeput raakt. Alsof je gewoon een beetje overtraind raakt. En ik vergis me ook wel steeds in hoe, in wat voor impact die operatie nu eigenlijk heeft gehad. En hoe heftig die operatie was en natuurlijk hoeveel herstel er eigenlijk voor staat. Dus ik ga vrijdag en zaterdag, dus vandaag en morgen, eventjes wat rustiger aan doen. Want ik moet ook weer niet overtraind raken. Dat is ook niet goed, straks sta je helemaal buitenspel. Dus ja, vandaag even lekker thuiswerken en we gaan zo meteen naar de kapper, jongens. Ik zie jullie kijken, jongen, naar dit haar en jullie denken ook, jongen, wat heeft hij verwaarloosd. Maar ik ga het wel wat langer laten, hoor. Ik ga het niet meer zo kort doen als dat ik eerst had. Ik wil wel een beetje die service look krijgen, alleen dit moet wel een beetje in model zitten, jongen. Dit ziet er echt niet uit, jongen. Ik heb van die flappen hangen hier. En die matten in mijn nek, ik lijk wel Hagenees, joh. Hey. Accent kan ik niet, merk ik nu al wel weer. Maar goed. Dus dat gaan we eens bij laten. Punt. Ik ben denk ik, voordat ik die diagnose had gekregen, ben ik niet meer naar de kapper geweest. Dus dat is echt al 6-7 maanden geleden of zo. En er zijn meer dingen die ik 6-7 maanden al heb aangepast in mijn leven. Maar dat ga ik in een volgende video met jullie delen. Dat is ook wel heel erg interessant, wat dat met mij heeft gedaan allemaal. Dus wat denk je dat ik 6-7 maanden heb al heb veranderd in mijn leven? Als je gedachten hebt erover, laat het even weten in de comments. Ik ben benieuwd of het jullie misschien is opgevallen in mijn doen, laten manier van leven. Noem op. Dus hebben jullie ideeën? Ik ben heel nieuwsgierig of het jullie is opgevallen. Ik ga nu even lekker aan de gang met werken. En dan neem ik jullie straks nog even verder mee in deze vlog. Zo, we zijn in Woerden bij herfststudio Igor. Daar gaan de mannen ook altijd heen. Joël, Sam en zo. Nog en één keertje geweest daar. Dus ik moet er ook eventjes heen. Ik ben niet de makkelijkste hoor met het uitkiezen van de kapper. Ik ben wel wijs, joh. Maar ik ben een paar keer ben ik echt verkeerd geknipt en zo. Weet je wel. Dus ik kies wel eventjes altijd een kapper uit waar ik wel vertrouwen in heb. Dus Igor, daar heb ik vertrouwen in. Dus hij gaat mij nu voor het eerste keer even knippen. Dus ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Dus neem maar even afscheid van dit stuk onkruid hier. Of wildgroei, hoe je het ook wil noemen. Want zometeen ziet het er heel erg anders uit. Zo, we zijn in Woerden bij herfststudio Igor. Daar gaan de mannen ook altijd heen. Joël, Sam en zo. Nog en één keertje geweest daar. Dus ik moet er ook eventjes heen. Ik ben niet de makkelijkste hoor met het uitkiezen van de kapper. Ik ben wel wijs, joh. Maar ik ben een paar keer ben ik echt verkeerd geknipt en zo. Weet je wel. Dus ik kies wel eventjes altijd een kapper uit waar ik wel vertrouwen in heb. Dus Igor, daar heb ik vertrouwen in. Dus hij gaat mij nu voor het eerste keer even knippen. Dus ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Dus neem maar even afscheid van dit stuk onkruid hier. Of wildgroei, hoe je het ook wil noemen. Want zometeen ziet het er heel erg anders uit. Nou, we gaan die auto uit. Laten we even de haartjes knippen. Vandaag dus eventjes rust van de oefeningetjes. Maar we gaan natuurlijk wel eventjes de beentjes trekken. Heerlijk altijd zo lekker wandelen. De hei, in het midden van de natuur, heerlijk. Oh, lekker met de familie. Top. Kijk, zie je altijd haar weer goed, zeg. Ja, het is al 6 maanden mooi weer bijgeknipt. Dus dat is top, we kunnen ons tenminste weer een beetje vertonen zo voor de camera. We zijn inmiddels lekker de avondeten aan het maken. We zijn chili con carne aan het maken. Helemaal top. Lekker makkelijk om klaar te maken. En het vult nog. En je hebt een lekkere grote pan. Dan kan je lekker uit zijn happen. Helemaal lekker. Kijk eens. Ingrediëntjes. We hebben het gehakt hier. 2 uitjes. 2 paprika's.
We hebben de kidneybonen gaan erin. De bruine bonen gaan erin. En nog de tomatenpuree. En de chili con carne. Kruiden, maaltijd, mix moet er nog doorheen. Gooi de boel even lekker bij elkaar. En dan hebben we het pannetje vol. Hoppakee. Even een paar minuutjes meegaan in de pan. En dan gooi je de rest bij elkaar. En het eindresultaat hier van de silicone carne. Lekker makkelijk. Volgens op zo'n vrijdagavond. Heerlijk snel klaar. Top. Zo, avondeten is klaar. Met deze sluit ik ook deze vlog weer af. In ieder geval weer bedankt voor het kijken. En nogmaals, wil je wat van me weten of wil je wat tegen me zeggen, doe het dan via de comments. Ik lees ze allemaal. Nogmaals bedankt voor alle mooie positieve berichten die ik van jullie allemaal heb mogen ontvangen. Dat doet me echt goed. Laten we elkaar lekker blijven motiveren, inspireren. Dan komt het helemaal goud. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Groei lekker!